We staan hier in het centrum van Zwolle. Achter mij ligt de grote of Sint-Michaelskerk. We gaan een stadswandeling doen. Deze antieke kaart zal ons de weg wijzen. We gaan naar het stadhuis. Links staat het oude raadhuis uit de 15e eeuw. Het is in de 19e eeuw ingrijpend verbouwd. En rechts de nieuwbouw uit 1975 met daarvoor een bronzen beeld van Rodin. Het stelt Adam voor. De trots van Zwolle. Echte Zwolse balletjes. Ze zien eruit als kussentjes. Ze maken ze zelf. De enige die ze nog zelf maken. We gaan nu naar het huis met de hoofden. Nummer 3. We zoeken een huis met hoofden. Een gotisch woonhuis uit de 15e eeuw. Dit moet het zijn. De hoofden hebben we niet gezien. Het Karel de Vijfde huis. Het huis uit 1571 kreeg zijn naam vanwege het medaillon met het hoofd van Karel de Vijfde op de gevel. De fraaie renaissance gevel is versierd met pilasters, friezen en een top met voorduten. Naast het huis staat de Bethlehemkerk. We staan hier onder de Sassenpoort. Dit is hem. Sassenpoort. Deze Saxenpoort is de enige overgebleven poort van de vestingwerken. Ze werd in 1409 gebouwd en heeft een loggia en 4 achtkantige hoektorens. De spitse daken werden in de 19e eeuw toegevoegd. De poort is lang in gebruik geweest als gevangenis en is nu een bezoekerscentrum. Eens kijken waar we nu zijn. We moeten naar de Wilhelmina-singel. U bekend trouwens of niet? Wat zegt u? Bent u hier bekend? Nee, niet echt. Nee. We gaan de stad weer in. Op de hoek van de Wolweverstraat en de Samuel Hirschstraat verrijst de 19e eeuwse synagoge. Onze wandelroute kruist de Dieserstraat, de belangrijkste winkelstraat van Zwolle. Shoppen doen we een andere keer. Er is nog meer te zien. Hier stond de Dieserpoort. Een deel van de oude stadsmuur. In de 14e eeuw gebouwd, hij omringde de hele stad. Er waren 8 poorten en 23 torens. De wijndragerstoren is gebouwd als een verdedigingstoren. Hij werd later gebruikt door het gilde van de wijndragers. Waar gaan we nu naartoe? Stedelijk Museum Zwolle. Het museum hebben we gemist. We zijn nu bij de peperbus. Een bijnaam van de toren van de basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Het is een gotische kerk uit de 14e eeuw. De peperbus is 75 meter hoog.
Hij is al eeuwenlang een vertrouwd baken voor de Zwollenaren.